Universiteit van Nederland. We houden van knapperig. Crunch. Eten dat kraakt. Als we bijten in eten, dat maakt geluid. En dat draagt bij aan die smaakbeleving. Dat koppelen we heel sterk aan de smaak en aroma. Oh. Voedsel die in ons hoofd knapperig hoort te zijn. Als dat niet knapperig is, dan vinden we dat heel naar en vervelend. Nou, ik hoor hem niet heel erg kraken. Chips, als we daarin bijten en het is, je hoort niet die crunch, dat is niet goed. Hoe meer kraakt dus, hoe verser onze hersenen denken dat de chips is. Deze kraakt meer, voor mijn gevoel. Deze is het meest vers. In deze aflevering duiken we in de wetenschappelijke wereld achter de crunch. We doen een experiment waarin we kijken hoe het geluid van de kraak de smaak beïnvloedt. We onderzoeken de geschiedenis van het bakken en braden. Als jij kunt koken en bakken op vuur, dan heb je evolutionair voordeel. En we duiken het chemielab in. Of eigenlijk onze keuken. Waar redacteur Eliane met scheikundige Marten Walvoort een antwoord zoekt op de vraag: hoe bak je, volgens de wetenschap, het perfecte krokante korstje? Dat krokante korstje ontstaat door de Maillard-reactie. Vernoemd naar de chemicus Louis Maillard. Hij was de vader van een van de grootste culinaire ontdekkingen in de geschiedenis. Het is eigenlijk een bruiningsreactie en die zorgt ervoor dat je eten dus krokant wordt en ook een bruin kleurtje krijgt. Denk aan gebakken aardappelen of frietjes die je frituurt. Maar het vindt ook plaats in bijvoorbeeld het maken van bier of bijvoorbeeld koffiebonen die worden gebrand of in balsamicoazijn die moet rijpen. Die Maillard-reactie gebeurt dus in allerlei eten. Maar deze aflevering focussen we op dat perfecte korstje. We gaan hamburgers maken. Want daarin zitten de scheikundige stoffen aminozuren en glucose. Bij de amateurkok beter bekend als eiwitten en suikers. Oh ja, de voedingswaarde. 18 gram eiwitten en 2,6 gram koolhydraten, waarvan 0,6 gram suikers. Die heb je nodig voor de Maillard-reactie, om een bruin, krokant korstje te krijgen. Het vuur mag wel een beetje omhoog voor de Maillard-reactie. Oké. En doe jij wat olie in de pan? Ja. Door die hitte start de Maillard-reactie. Nu komt het ingewikkeldste stuk van het chemische proces. Maar geen zorgen, als kok kan je rustig achteroverleunen, want de voedingsstoffen nemen het van je over. In die hamburger zitten eiwitten en die reageren dus met de suikers. En daardoor zullen ze nieuwe moleculen maken. Ze vallen eigenlijk uiteen in nieuwe moleculen. Daarom hebben we ook hoge temperatuur nodig. En die nieuwe moleculen die beginnen te kleuren. Dus die worden bruin, die krijgen een kleurtje. Maar die geven dus ook nieuwe smaken aan dat bruine korstje. En hoe beïnvloedt dit proces dan de smaak? Nou, eigenlijk vallen die eiwitten en suikers dus uiteen tot nieuwe moleculen. Die zijn heel klein. En vooral die kleine moleculen, die hebben vaak een smaak. Dus die geven een karakteristieke smaakje aan dat korstje. Maar welke zijn dat precies? Welk molecuul is dat lekkere, geheime ingrediënt voor dat heerlijke korstje? Wat dat betreft is de Maillard-reactie echt een soort van wonder waar nog niemand echt achter is gekomen. Want juist omdat er zoveel verschillende moleculen gemaakt worden, is het heel moeilijk om te zeggen welke precies gevormd worden. Dus nee, dat is nog steeds onbekend. En wat moet je doen om zo'n bruin laagje te krijgen? Er zijn eigenlijk twee dingen heel belangrijk voor een mooie Maillard-reactie. En eentje daarvan is temperatuur en die andere is hoe lang je de reactie laat gaan. De hoge temperatuur heb je nodig om de eiwitten en de suikers met elkaar te laten reageren. En hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de reactie zal gaan. Dus daar moet je wel echt op letten als je het op hoog vuur doet. En die andere is dus tijd. Als je het te lang laat staan, dan kan het dus gaan aanbranden eigenlijk. En als je het heel kort doet, dan is de Maillard-reactie misschien nog niet helemaal klaar. Dan heb je nog niet een mooi korstje. En terwijl de hamburger nog even ligt te bakken, een klein stukje crunchgeschiedenis. Want wanneer begonnen mensen met bakken? En ontdekten ze dat culinaire korstje. Vroege mensen, dus mensachtigen, die koken en bakken al honderdduizenden jaren. Dat is wat we zeker weten. Maar er is niet één moment in de geschiedenis dat we kunnen aanwijzen daarvoor. Dat is een hele lange ontwikkeling geweest. Sowieso beheersing van het vuur, dat is honderdduizenden jaren geweest. Dit is historica Kim Beerder van de Universiteit Leiden. Volgens haar zijn er meerdere archeologische ontdekkingen waaruit blijkt dat we honderdduizenden jaren geleden ook al bezig waren met bakken en grillen. En die archeologische vondsten zijn bijvoorbeeld stenen die ze in het vuur legden. En op het moment dat die steen heel erg heet geworden was, dan kon je daarop bijvoorbeeld bladeren neerleggen en daarop vlees of andersoortige zaken die je wilde laten garen. Er zijn aanwijzingen dat er op een spit ook gegrild werd boven het vuur. En op het moment dat je beheersing hebt over het vuur, dan verbreid je je voedselrepertoire. Dan heb je evolutionair voordeel.
Dus de ontdekking van het vuur, en daarmee ook de crunch, heeft de ontwikkeling van de mens versneld. Misschien leuk om aan te denken als je dit geluid hoort. Want ja, dit geluid heeft invloed op hoe vers jij denkt dat eten is. Als we eten en als we proeven, dan proeven we ook met onze oren. Zeker met knapperige dingen, die maken geluid als je erin bijt. Je hoorde hem al even, dit is Remco Havermans, voedingspsycholoog aan de Universiteit Maastricht. En dat draagt bij aan die smaakbeleving. Dat koppelen we heel sterk aan de smaak en aroma. En dat gebeurt volledig automatisch in die primaire smaakcortex, de insula. Zonder kraakgeluid zal je brein, bijvoorbeeld chips, veel minder waarderen. Hoe we ons eten waarderen, of we denken dat het goed is of juist niet goed smaakt. Dit alles puur met je persoonlijke ervaring met eten te maken. Daarom vinden we dat chips knapperig moet zijn. Dat hoort zo. Je trekt de zak open en als je hem direct uit de zak eet, is die knapperig. Andersom, voeding waarvan we weten dat hoort juist niet knapperig te zijn. Een verse banaan of aardappelpuree. Als we daar een hap van nemen en het begint juist heel erg te kraken, dat is dan weer juist heel erg vies. Die link tussen het geluid dat je hoort en hoe lekker je brein dat vindt klinken is zo stevig dat we hem kunnen beïnvloeden. En om dit te bewijzen, trommelen we 6 proefpersonen op die we chips laten proeven. Je mag deze koptelefoon opzetten. Met een koptelefoon. Je mag echt in deze microfoon zo meteen chips eten. Dus we hebben allemaal Pringlebussen op een bepaald moment opengemaakt. Er liggen 3 chipjes voor je. En de vraag is aan jou, welke chips is het meest vers? Meest vers, oké. En bij deze test is het belangrijk dat je met je mond open eet. Heerlijk. Sorry alvast voor iedereen die misschien een beetje gevoelig is voor geluid. Oké. Chipje nummer 1. En die klinkt zo. Wat de proefpersonen alleen nog niet weten, is dat ze van ons 3 keer chips krijgen uit dezelfde bus. Ik denk dat hij knapperiger kan. Hij is niet zo krakerig. Maar hij is niet het meest vers. Een 7 op zijn hoogst, denk ik. Ja. We doen hier een experiment na van de Universiteit van Oxford. Onderzoekers daar manipuleerden via koptelefoons het kraakgeluid dat de proefpersonen hoorden terwijl ze aten. Dus of de hogere tonen die werden juist versterkt, of überhaupt het eerste keer erbijten in, dat geluid werd gewoon harder gezet, meer decibel, hoger volume. En ze kwamen erachter dat het gemanipuleerde geluid invloed had op hoe de proefpersonen de chips vonden smaken. Tijd om het zelf eens te testen. Chips nummer 1 klonk zo. En chips nummer 2 klinkt zo. Via een programmaatje boosten we de hoge tonen van de kraakgeluiden. Ja, juist die eerste keer dat je erin bijt, dan hoor je zo'n hoger, knapperig geluid. Als je dat weet te versterken, dan hoor je beter die crunch, die knapperigheid. Zeker als je de eerste keer erin bijt. En dan klinkt het verser en ervaren we het ook als verser en knapperiger. Nog beter. Ik zou bijna zeggen dat deze knapperiger is. Deze is het meest vers. Beter dan de vorige. Ja, hij kraakt makkelijker. En bij chips nummer 3 gaat het volume ook nog wat omhoog. Dat klinkt zo. Oh. Ja, ik denk dat dit de meest verse was. Dit is net iets verser dan, dacht ik, dan die. Hij knapperde heel lekker in het begin. Lekker zoutig. Dat mondgevoel is ook gewoon... Ja, je voelde echt die crunch al. Zowel chips nummer 2 als 3 worden als verser beoordeeld door onze proefpersonen. En nu hebben wij dit natuurlijk op kleine schaal getest. Maar ook bij het onderzoek aan de Oxford University werd dit effect gevonden. Het had altijd een enorm effect op hoe zo'n chip werd ervaren. Hoe knapperig, maar ook hoe vers het wordt ervaren. Dus juist als je die hoge tonen, ook daar als je die hoge tonen versterkte, dan werd het beoordeeld als 15% verser en knapperiger. Ik denk dat nummer 1 het oudst is, dat nummer 3 het ena oudst is en nummer 2 het meest vers. Wat we je eigenlijk hebben gegeven is 3 keer de chips uit dezelfde bus. Rot op. Ja. Niet. Ja, ja. Hé, wat is dit? Nee, dat kan niet. Heb ik gezien? Dat nummer 1 was echt het meest vers. Hè? Terug naar het scheikundig lab. Of nou ja, onze keuken. De burger begint al een bruin korstje te krijgen. Zullen we die er alvast even uithalen? Anders is deze Meijer-reactie te ver gegaan. Er is een scheikundig foefje om de crunch nog iets verder te perfectioneren. En dat is spelen met de zuurtegraad. Zuurtegraad noemen we ook wel pH. En je hebt dus zuur, zoals azijnzuur. En aan de andere kant heb je dus basis, zoals baking soda. En onder basische condities verloopt de Meijer-reactie uitstekend. Dus ja, we gaan onze hamburger daarmee insmeren. Die basische condities versnellen de Maillard-reactie. Dat komt doordat normaal de eiwitten een tikkie zuur zijn.
En als eiwitten zuur zijn, kunnen ze minder snel reageren met suikers. Door baking soda toe te voegen, maken we de eiwitten minder zuur. En dus kunnen ze sneller reageren met suikers. Et voilà, een snellere Maillard-reactie. Met de baking soda mag hierin en dan doen we de gewone daarin. En dan kunnen we heel mooi vergelijken wat nou het effect is van die baking soda. Beïnvloedt dit dan ook echt de smaak, hè, die baking soda? Nou, het mooie is, door die baking soda gaat de reactie dus veel sneller. En eigenlijk al bij een wat lagere temperatuur. Dus eigenlijk wordt er veel meer Maillard moleculen gevormd. Nog zonder dat die echt aan het bijna aanbakken is. En daardoor wordt de smaak veel intenser eigenlijk. Dus veel meer hartige, krokante smaak. Nou, je ziet een mooi verschil, hè? Ja. Dus deze heeft eigenlijk zonder de baking soda een bruin randje alleen aan de buitenkant. En deze heeft eigenlijk overal heel mooi egaal een bruine oppervlak gekregen eigenlijk. Die ziet er ook duidelijk krokanter uit. Als je een beetje bent uitgeschoten met de baking soda, dan kan je hamburger een klein beetje zeepig beginnen te smaken. Er is op zich niks mis mee, maar misschien niet zo lekker. En omdat het basis is, er tegenover staat zuur. Dus ja, dan kun je dat oplossen door bijvoorbeeld even wat zuur toe te voegen. Dus door gewoon het azijnzuur dan over je burger of balsamico azijn, je lievelingszuur eigenlijk. Dan neutraliseer je die smaak. Deze truc kan je niet alleen bij hamburgers gebruiken om de Maillard-reactie te versnellen. Maar ook in gehakt dat je bakt. Bij vega-burgers, champignons, uien, tomatensauzen die lang moeten staan. Goed, we hebben alle scheikundige processen perfect uitgevoerd. Maar hoe smaakt het korstje? Eerst de normale. Oké. Nou, goede hamburger. Prima burger. Nu de burger met de baking soda. Ja, die heeft wel echt een mooie korstje gekregen. Ja. Oh, wow. Heel lekker. Nou, dat is wel echt een verschil ook, ja. Dank je, Marten. Heel veel hartige verschillende smaken. Mm-hmm. Door jouw tips snappen we weer iets beter wat we nou eigenlijk aan het doen zijn in die keuken. Deze is intenser. Nou. En veel knappiger. Vond je dit nou leuk? Hou ons kanaal in de gaten voor een aflevering over waarom verrot voedsel soms heerlijk kan zijn. Ik vind hem echt heel lekker. Ik ook. Tot de volgende. Ja. Ja, precies. Nee, ik vind hem echt...